Even wat saluuts testen. 2 inch BKV saluut. 2 inch JGWB saluut. Oeh, wel scherp. 3 inch Perkels saluut. 3 inch originele EPM, 320 gram. 4 inch, 390 gram. Nog een van Berkels. Eens even kijken. 500 gram saluut, Italy. 685 gram, 5 inch saluut. En anderhalve saluut. Twee inch Berkels. Oké. 2,5 inch BKV. Eerst die van Berkels, die had 160 hoor, die gaat sowieso zachter dan die EPM. Yes! Hier een sperkotseluts. Even die kortere pakken, maat. Vatten die. Ik doe er 2 tegelijk, man. Als je de lont haalt. 2 keer 4 inch Berkels. Wat zei je? Dat was niet handig. Fijn, hè? Ga een stuk sneller. Ja maat, hij klapt naast mijn oor. 4 inch, ja toch? 500 gram Italy. Ja. Kut. Ik heb een slechte last tegen mijn poot. Hè? Oké. Waar ga jij? Wat is er? Flauwe pot. Van welke? Wat soort was het? Weet ik niet. 500 gram. TGWB? Nee. Italiaans dacht ik. 685. 5 inch. Flits in mijn oog. Oké, 1,5 kilo. En dit er allemaal bovenop. Spanje waren die. Zullen we die Valencia. Zullen we allemaal even gooi allemaal even afstand doen. En even aftoppen. Beunaars project? Nee jongen. Het zijn 2 pakjes. 2 pakjes Exploder 4, trop ik. Huppa. 1,5 kilo! Nou, die weegt fucking meter. En voor 1,5 kilo vond ik hem ook niet zo goed.
Stuit het hier weer. Wow, die buis is weg, maat. Ja, ik zag hem weer stuiten. Kijk, kijk. Oh. Holy fuck, maat. Flitsen mijn oog. Ja, hij kwam er langs mij neervallen. Niet normaal, joh. Joost, ik krijg toeslag. Hij viel echt langs mij neer zo. Wow, hij is gloeiend heet, maat. Echt. Ja, maar weet je, je gooit er extra gewicht bij, hè? Ja, had je ook niet moeten doen, Tristan.